Jos van harte gefeliciteerd. Hoe voelt dat nou om hier te winnen? Ja, dat voelt fantastisch. Ik moet zeggen, mijn paard sprong fantastisch. Hier. Uh, voor, de, voor de ervaring dat hij heeft, pakt hij het zo goed op. Ik wil dat laat zien hoeveel talent dat hij heeft met deze druk omgaan. Ja, dus ik ben heel blij. En de trainer Harry, hoe trots ben jij? Ja, natuurlijk super trots op Jos op zo'n jonge leeftijd al, al zo'n paal mares bij elkaar gesprongen. En dan deze week uh, viel alles natuurlijk samen met de winst in de grote prijs en de winst in de landenwedstrijd uh, op het hoogste niveau. Dat is bijzonder knap. Hoe is het voor jou om training te krijgen van de nummer 1 van de wereld? Ja, ik denk, ik, denk ik, ik denk dat ik ongelooflijk veel geluk heb om, uh, om eigenlijk mijn, mijn carrière zelfs te beginnen met Harry. Ik heb alles opgevolgd, ik heb zijn carrière meegevolgd, ik heb eigenlijk alles meegekregen. En volgens mij, ja, dat is een van de redenen waarom ik zo snel op het hoogste niveau meeraad. Zeker weten. Ja, dan kun jij dat verklaren, Harry, dat hij zo'n jonge leeftijd er nu al staat? Ja, dat is natuurlijk... Uh, we hebben natuurlijk al een generatie op hem, uh, op hem vooruit gewerkt eigenlijk. En uh, hij hoeft niet dezelfde fouten meer te maken als ik deed. En uh, dan zie je dat er uh, dat dingen aangedragen worden en dat een carrière ook heel snel kan gaan. En uh, we hebben zoals eerder aangegeven, dat zie je ook bijvoorbeeld ook bij Max Verstappen. Uh, die met zijn vader natuurlijk ook al... Uh, een carrière voor hem heeft gehad en, uh, en die datzelfde informatie overbrengt. Wat heb jij opgestoken van Harry, uh, Jos? Ja, ik denk, ik heb maar één, één echte trainer gehad in mijn hele leven. Dus ik heb, uh, het is niet alleen de training, maar gewoon alles te kijken, ook thuis, hoe Harry omgaat met de paarden, hoe de Harry traint. En gewoon al die dingen, ik denk, uh, heb ik meestal gestolen met mijn ogen. En uh, dat heeft me zo, zo ver gebracht, ja. En vandaag verslaan hem. Ja, maar. Uh, dat is heel moeilijk. Hè. Ik denk om uh, beter te worden als Harry, dat is zeg maar bijna onmogelijk. Maar als ik allemaal in de buurt kom, zal ik heel blij zijn. Op je jasje staat ook het, uh, de vlag van het land. Hoe voelt dat dan? Om op zo'n jonge leeftijd al voor je land te mogen uitkomen? Ja, het is fantastisch. Zoals ik zei, om, om als 22-jarige uh, voor, voor, voor België te rijden, ja, dus voor, voor een team, uh, voor je eigen land, uh, dat is een speciaal gevoel. Harry, wat maakt Jos zo'n sterke ruiter? Nou, hij is heel, uh, heel gedreven. En uh, soms moet ik dat wel een beetje temperen, zelfs. Uh, maar uh, hij is ook niet snel tevreden. Dus dat, is, uh, dat zijn wel goede eigenschappen, natuurlijk. En uh, hij is gepassioneerd. Uh, veel doorzettingsvermogen. En uh, ik denk dat dat wel, uh, wel zijn, zijn sterke eigenschappen zijn. En, uh, we hebben natuurlijk een beetje toegewerkt naar deze wedstrijd voor hem als, als, als hoogtepunt in het seizoen. Uh, dat was een, lang, een belangrijke observatiewedstrijd voor Jos. En, uh, om dan de Grand Prix en de landenwedstrijd wedstrijd te winnen. En dan ook nog eens een keer op een manier waar je u tegen zegt, uh, daar mag je best trots op zijn. Fantastische week. Wat is voor jou nu het doel de komende weken, maanden? Uh, well, ons, zoals Harry zei, mijn hoofddoel was eerst Rotterdam afwerken en dan gingen we kijken. Ik denk dat we nu maandag rond tafel gaan zitten en dan bespreken wat de volgende wedstrijden zullen zijn. Ja, dan denk ik, als je zo kan presteren, dan kun je dat misschien ook wel op het WK. Ja, oké, okay, zoals ik al zei, we blijven, we blijven rustig, oké, okay. ik heb een goed weekend gehad, maar uh, we zullen zien voor het verdere verloop en zoals ik zei, maandag uh, zullen we wel vergaderen en kijken wat, wat ik de volgende, uh, de volgende paar weken ga doen. Nog iets anders, dat paard is jou ook wel bekend denk ik, misschien zie je wel wat dingetjes terug in het paard van Jos, uh, kun je dat eens vertellen, Harry? Ja, de, de vader van het paard van Jos is, uh, is mijn paard, is Emerald. En uh, ja, we hadden al op uh, jonge leeftijd gezien dat hij dezelfde kwaliteit had, zeg maar. uh, heel voorzichtig, uh, heel goed overzicht. Um, en nu dat paardje ziet dat uh, begint nu een beetje te rijpen en uh, is nu ook echt klaar voor het uh, voor het grote werk. Tot slot, Jos, uh, Harry houdt wel van voetbal, jij ook? Um, ik ben niet zo'n voetbalfanatiek zoals Harry. Maar het WK zeker, dat volg ik heel goed. Ja, jullie natuurlijk niet, maar. <laughs> ik... Nee, maar daar, daar volg ik wel heel veel matchen van. En, uh, ja, en ik, ik zie, zie wel dat België ook wel een grote kans heeft om het WK te winnen. Denk je dat ook, Harry? Ja, ik denk sowieso dat je in, in België, um, um, zowel in de paardensport als voetbalsport, uh, zitten de Belgen natuurlijk in de flow. En ik krijg ook steeds meer het gevoel dat ze steeds meer een echt sportland aan t, uh, in ontwikkeling en aan worden zijn. En, uh, het kan maar zo dat er uh, de komende jaren hele mooie dingen voor België in het vat zitten. Ze beginnen ook al een beetje praatjes te krijgen, hè? Ja, maar <laughs> <laughs> ze, zijn, uh, ze worden wel weer een keer terug op hun plaats ja. gezet. We, we, zijn, we zijn ook direct terug op onze voetjes op de grond. Ja. <laughs> het kan snel om, 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 omdraaien.